Dag Frank, Frank de Bleker. Nu de PR van Willy Nassens. Mooi, hè? Direct voor een groot evenement, 50 jaar Willy Nassens. Ja, dat is onmiddellijk voor de leeuwen gegooid worden. Hè. Maar het is heel aangenaam. Ik ben nu anderhalve maand werkzaam bij de Willy Nassens groep. Het was ook al iemand die ik al heel lang kende. Het is een heel gekend figuur in onze streek. En als je ziet hoe mooi wij hier gehuisvest zijn, welke structuur dat we hebben, ja, dan ben ik heel blij dat ik daar deel kan van uitmaken eigenlijk. Ja, de passie is groot. Vanavond voetbal. Ja, Italië tegen wie? Weet je nog? Ja, tegen Duitsland. Hè. Ja, half. Straf, hè? En jij staat hier nu. Hoe kan dat? Ja, de wedstrijd begint maar om 9:15, hè, dus ik heb nog wat tijd. Maar je moet dat allemaal relativeren eigenlijk. Dus ik heb daar geen probleem mee. Ik heb een heel mooie carrière gehad. 4 jaar geleden, dit tijdstip, stond ik ook op de halve finale. Spanje tegen Rusland. Maar oké, je moet... Zo snel gaat het, hè? Zo snel gaat de tijd. Het is 4 jaar terug. Dus oké, tijd voor iets anders, hè? Ja. Nog altijd bij betrokken bij dat voetbal, zo'n beetje? Ja, zeker. In België ga ik het nieuwe seizoen de scheidsrechters coachen. Bij FIFA ben ik een van de 16 adviseurs voor de wereldbeker in Brazilië. En ik zal binnenkort ook voor UEFA kunnen opdrachten doen. Dus 24 uur per dag lijkt weinig te zijn. Maar ik ga ze goed proberen in te vullen. Maar het zal wel lukken, denk ik. Ja, maar nu eerst Willy Nassens. 13 en 14 juli? Ja, groot feest, hè, 50 jaar. Het zijn eigenlijk 3 feesten op 2 dagen. We beginnen de vrijdagavond waar onze premier Di Rupo eigenlijk de festiviteiten opent. Daar zijn we eigenlijk heel blij, maar ook heel fier mee. En er zijn er nog een aantal prominente ministers die zullen aanwezig zijn. Eigenlijk te veel om op te noemen. Ja, wat mij opvalt natuurlijk allemaal VLD-signatuur. En Di Rupo is daar enige uitzondering op? Nee, Pieter de Krem zit er ook bij, bij CD&V. Maar ik weet niet of je dat eigenlijk met een kleur moet gaan bestempelen. We nodigen eigenlijk iedere minister uit. En dit zijn de ministers die al toegezegd hebben. Dus dan zijn we heel blij dat we deze al kunnen aankondigen eigenlijk. Ja, wat ga je dat doen op die avond? Ik zelf zal de boel aan elkaar een beetje proberen te praten. Dus de mensen aankondigen, welkom heten, uw gastheer zijn eigenlijk, zoals ze dat zeggen. En voor de rest ga ik ook een beetje meegenieten van het feest natuurlijk. Ja, en grote naam op dat vis, hè? Ja, zeker de zaterdagavond. U weet ook, Willy Nassens is enorm bekommerd om zijn personeel. Hij vindt dat is een van zijn belangrijkste zaken die hem groot hebben gebracht. En dat klopt ook. En ze krijgen een fantastisch feest de zaterdagavond. Met optredens van Frank Galan, Gina en de Lisa's, Andrei Lugovski. Maar de vrijdagavond en de zaterdagmiddag zal het ook zeker doen moeten zijn. Vrijdagavond is er ook het feestelijk vuurwerk. Ik kan nu al zeggen dat dit iets heel speciaals zal zijn. Het gaat gewoon een mooie tweedaagse worden. Ben je al een beetje ingeburgerd? Ja, ik denk het wel. Ik ben ook iemand die mij heel vlug aanpas. Ik moet wel zeggen, de sfeer onder de collega's is heel tof. Ik kom daar heel goed mee overeen. We praten nog altijd heel veel over het voetbal. Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Maar ik voel mij hier thuis en dat vind ik wel belangrijk. Technisch ook. Weet je al hoe zwembaden moet installeren? Ik zal niks te maken hebben met de technische. Ik ben hier voor de public relations te doen. De technische kant van de zaak, dat laat ik over aan de professionelen eigenlijk. Ja, en de paardjes ook nog, hè? Willy is een liefhebber van paarden. Ja. Ben je dat ook een beetje? Nee, want ik ben allergisch aan paarden. Dus ik zal altijd een ziertekstje moeten nemen als ik met een paard geconfronteerd word. Serieus? Ja, echt waar. Frank, bedankt. Nog veel geluk. Graag gedaan.